Het is leeg in het RC-gebouw, zoals je ziet. Iedereen zit thuis. En goed, het is niet anders in deze periode. Ik zeg wel eens, we zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet allemaal in hetzelfde schip. En zo zijn er ook allerlei andere problemen die ook ontstaan naast de corona. Zoals eenzaamheid, een ontzettend groot probleem, ook onder jongeren, vandaar dat we nu in het ROC-gebouw staan. Ik vind het belangrijk dat er aandacht voor komt. En om aandacht te creëren ging ik in gesprek met Ellen Temmink. Zij houdt zich bezig met een heel gaaf project. Nou, we staan inmiddels boven op het balkon in het ROC-gebouw, een leeg ROC-gebouw, misschien wel tekenend voor deze periode. Hier naast mij staat Ellen Temmink. En Ellen, wie ben jij eigenlijk? Yes, the one and only. Ik ben 29 jaar, woon bijna anderhalf jaar nu in Hengelo. Ik kom oorspronkelijk uit Sint-Isidorushoeve, een klein dorpje hier in de buurt. En ik zet mij in voor sociale innovatie en nu vooral op eenzaamheid. En eenzaamheid, ja, goh, ik kijk vorige week een documentaire Tegenlicht. Dat ging over eenzaamheid. En daar zijn dus 40% van de jongeren die heeft last van eenzaamheid in deze periode. Dat is natuurlijk een ongelooflijk maatschappelijk groot probleem. Mm-hmm. Maar goed, eenzaamheid. Ja, wat is eenzaamheid eigenlijk? Ja. Ja, wat is eenzaamheid eigenlijk? Dat is inderdaad een grote brede vraag. Ik ben zelf voorzitter van de leerkring Eenzaamheid onder Jongeren. Je noemde net al naar de jongeren. Bij eenzaamheid denken we gauw aan ouderen. Die hebben daar ook last van. Maar eenzaamheid komt natuurlijk voor op alle leeftijden. De leerkring Eenzaamheid onder Jongeren zet zich echt in voor eenzaamheid onder jongeren. En wat ik zelf heel erg eenzaamheid is het tegenovergestelde van verbinding. Dus je voelt geen verbinding met mensen om je heen, soms ook niet met jezelf. Dus het onbegrip van wie ben ik. Je hebt verschillende soorten eenzaamheid. En die leerkring, goed, ik ben ook betrokken bij die leerkring. Jazeker. Maar er zitten van allerlei organisaties in. Het ROC, waar we nu zijn, maar ook Wijkkracht, Humanitas, de HKU, Saxion, ga ze maar door. Mm-hmm. Je hebt al die organisaties zeg maar, bij elkaar gebracht. Ja. Maar waarom vind je dat zo belangrijk? Ja. Nou, en wat doen ze allemaal samen? Ja, goed punt. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Ik zei net al, tegenovergesteld van eenzaamheid is verbinding. En we kunnen wel, een organisatie kan wel in zijn eentje proberen om dit probleem aan te pakken. Maar je zei net al, het is een groter maatschappelijk probleem. Ik denk dat je het alleen niet redt. Net zoals de jongeren, die zijn niet meer hier. Het hele gebouw is leeg. Die zitten thuis op dit moment, die studenten. En die zijn ook alleen. En alleen hoeft niet altijd te zeggen dat je je eenzaam voelt. Maar als je je eenzaam voelt, kun je vaak denken, ik ben de enige. waarom ben ik zo, waarom overkomt dit mij? En zoals ik niet zou willen dat zij denken dat ze de enige zijn, want dat zijn ze absoluut niet. Nou ja, 40%. Ja, precies. En zo wil ik ook niet dat de organisaties alleen opereren. Ik vind het heel belangrijk dat we samenwerken. En voor Hengelo een structurele, ja, integraal heet het dan, vanuit alle kanten samenwerken om een aanpak neer te zetten voor eenzaamheid onder jongeren. En de gemeenteraad heeft laatst ook bepaald dat eenzaamheid echt prioriteit krijgt. Ja. En goed, eenzaamheid, ik denk zelf dat je daar ook van allerlei meer klachten door kan krijgen. Kijk, corona is het vervelend, maar dat houdt het weer op. Mm-hmm. Maar van nou, als mensen depressief worden, ja, en daardoor schulden maken of zo, ja, dan hebben we op lange termijn hebben we nog een veel groter maatschappelijk probleem. En als 40% van de jongeren daar last van heeft, mm-hmm, ja, dan moeten we wel heel erg oppassen. Ja. Dus dat is echt fantastisch werk wat je doet om de organisatie bij elkaar te brengen. Ja, en iedereen doet dat dan weer vanuit zijn eigen kwaliteit. Ja. Ja, wij organiseren bijvoorbeeld heel veel evenementen zodat mensen samen kunnen komen.
afgelopen zomer spot in de binnenstad op anderhalve meter. Een paar gedachten die in mijn hoofd zitten, maar inderdaad, eerst wat organiseren we volgende maand? Dat is een hackathon. Van 23 tot 25 maart zal er een online hackathon plaatsvinden voor eenzame jongeren. Eigenlijk om eenzaamheid onder jongeren op te lossen. En helemaal oplossen doe je niet. Eenzaamheid hoort ook bij het leven. Maar als je structureel eenzaam bent, dan kan dat, precies wat je net al zei, echt ook impact hebben op andere gebieden in je leven. Eenzaamheid komt nooit alleen. Ja. En een hackathon, ja. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Want ik ken hacker, dan breek je ergens in. Ja, precies. Het heeft inderdaad meteen die associaties met computers en dat inbreken. Maar dat is het niet. Wel in zekere zin inbreken in een systeem. Het is een creatieve snelkookpan, moet ik haast zeggen, waarin wij in dit geval in 3 dagen tijd twee prangende vragen oplossen rondom eenzaamheid onder jongeren. Je noemde net al de organisaties Wijkkracht, Humanitas, ROC. Die gaan bij elkaar zitten om te kijken, oké, vanuit hun perspectief, wat moet er echt, waar komen ze niet uit? En een van de dingen is bijvoorbeeld, we hebben het wel steeds over eenzame jongeren, we zijn erover aan het praten, maar waar zijn ze? Hier niet, ik zei net al, zitten thuis, maar hoe bereik je hen nou? En hoe kunnen we nou iets voor hen bedenken? Nou, en wat die hackathon ook heel erg kenmerkt is, we gaan niet voor hen zitten bedenken, maar met ze. Dus we zijn constant in gesprek met de jongeren in die 3 dagen om te horen, wat willen jullie zelf? Wat kunnen wij faciliteren zodat jullie geholpen zijn? In plaats van dat wij iets gaan bedenken, wat we denken dat misschien eventueel wel zou kunnen werken. Dus je zoekt eigenlijk gewoon deelnemers die mee willen denken? Ja, die zoeken we inderdaad ook nog. We hebben de eerste aanmeldingen gelukkig ook binnen, dat is echt super vet. Maar we zijn nog steeds op zoek naar deelnemers. De inschrijving is nog niet gesloten om hier inderdaad aan mee te werken. Om die 3 dagen lang, ondanks dat het online is, een super tof evenement maken we ervan. Met veel verbinding met de eenzame jongeren om daar wat voor te betekenen. En 3 dagen lang, wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? 3 dagen lang achter Zoom vergaderen? Of? Ja, precies. Gewoon een beetje, alleen een beetje vooruitkijken. Een verhaaltje horen, presentatie. Nee, absoluut niet. Het is van 10 tot 5 met heel veel pauzes. Want weet je, we weten het allemaal, die ellenlange vergaderingen. En je hoofd gaat alle kanten uit. Je wordt helemaal, het werkt niet. Nee, het wordt een heel erg dynamisch evenement. Met kleinere groepen, met grotere groepen. Korte pitches, masterclasses en volgens aan het werk. We gebruiken een online programma als een soort online whiteboard waar we allemaal kunnen werken. Zodat we er toch een heel energiek evenement van maken, ondanks dat iedereen gewoon achter de computer thuis zit. En je zoekt volgens mij niet alleen jongeren, maar ook organisaties volgens mij. Ja. Die doen ook mee. Dus iedereen is dan in verbinding en niet alleen jongeren. Ja, niet alleen jongeren en organisaties, maar ik geloof erin dat multidisciplinaire teams, dus mensen met allemaal verschillende achtergronden, als je die bij elkaar zet, heb je zoveel kwaliteiten bij elkaar dat je dan tot de beste oplossing komt. Dus ik zoek niet eens alleen maar eenzame jongeren of organisaties die er al mee bezig zijn, maar ook mensen die vanuit een compleet andere hoek komen. Die architect zijn, hier in de fabriek werken. Het maakt allemaal niet uit. Of thuis zitten, niks te doen hebben die dagen. Kom ons helpen. En niet alleen ons, maar met name de jongeren. En wanneer is die hackathon? Hackathon is 23 tot 25 maart. Dus dinsdag tot en met donderdag. En dan elke dag van 10 tot 5. Met heel veel pauzes, dus het is met genoeg pauzes. Prima, ja. Te doen, denk ik. Oh, zeker. Zelfs voor jou ook, Thijs. Ja. Ja. Hey, en als mensen geïnteresseerd zijn, ja. Waar moeten ze naartoe? Moeten ze, onze Instagram-pagina. Ja, daar kunnen ze het beste naartoe gaan. www.instagram.com of gewoon op Instagram. Hackathon Samen Alleen. Want zo hebben we het genoemd. Samen Alleen. En als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze ons ook wel een berichtje sturen. Dan breng ik je in verbinding met Ellen. And